Breda Nu. Je weet het meteen. Op het Haveneiland werden evenementen georganiseerd waarbij jongeren actief mee konden doen met diverse sportactiviteiten. De hoofdactiviteit was een toernooi 3x3 Urban Basketball. Een van de voorrondes van Streetball Masters, 3x3 noemen we dat. We spelen dat op 12, 13 locaties in Nederland wordt dat georganiseerd. Wij doen het nu voor het vijfde jaar. Dus we zijn een van de vaste ploegen die dat eigenlijk organiseert. Winnaars uit deze finales komen straks in Amsterdam te spelen. En streetball is, dat is geen betere plek in Breda als hier op het Haveneiland. Naast Pier, naast het Freerunveld. We hebben ook een eigen basketbalveld hier. Oké, waarom zijn jullie hier vandaag? Eigenlijk voor de lol en om meer te leren. Want jullie basketballen zelf ook? Ja. En wat vinden jullie daar zo leuk aan? Gewoon het teamgevoel van samen basketballen. En gewoon dat je er veel van leren kan. Hebben jullie ook al gewonnen vandaag? Ja, we hebben 2 keer gewonnen. We staan nu in de finale. In de finale ook? Ja. En tegen wie moet je dan, weet je dat al? Ik weet het team naast, die staat daar achter. Wat dit mooie hieraan is dat je een buitenveldje hebt, een 3x3. De spelers die kunnen zichzelf aanmelden. Moeten een account aanmaken, maar die kunnen elke ronde kunnen ze meespelen. En dan kunnen ze eigenlijk heel laagdrempelig basketbal spelen zonder gecommitteerd te zijn aan allerlei voorwaarden van de vereniging. Dus ik denk dat de urban sport, er wordt heel veel gebasketbald gewoon in Nederland op kleine basketbalveldjes. Dat zien we hier ook, we hebben hier een basketbalveld geopend vorig jaar. En er komen mensen basketballen die wij nog nooit gezien hadden, maar die kunnen gewoon prima basketballen. Dus het is gewoon een hele mooie community om zo'n evenement als dit neer te mogen zetten. Dus. En het is toch nog best wel, of eigenlijk echt ontzettend druk. Ja. Hoe kan het dat het toch zo populair geworden is? Het is een Olympische sport geworden, dus je kunt daar ook punten verdienen en een ranking en zo. Dus je wordt je persoonlijke status wat bijgehouden. Maar ik denk dat het gewoon sporters, basketballers, maar ook gewoon algemeen sporters, urban sporters zijn heel toegankelijk, zijn heel laagdrempelig, hebben heel veel respect, willen hard werken om voor elke bal te gaan. Ja, het is gewoon een hele frisse, jonge sport. Het is super snel. Je moet binnen 12 seconden de bal moet je een schot maken. Je moet kleren buiten de driepuntslijn. Er zit zoveel snelheid meer in als in een 5-tegen-5 wedstrijd. Dus de balcontacten zijn veel groter. Ja, dat maakt de sport denk ik heel aantrekkelijk. En ook gewoon heel leuk. De jeugd bij ons vindt het fantastisch om dit te doen. Het seizoen is nu klaar. En om door te gaan van de zomer met 3-tegen-3. Je hebt maar weinig mensen nodig. Je kunt toch een volle bak aan de gang. Dus dit is de combinatie van heel snel spel, attractief, laagdrempelig. Ja, ik denk dat de eenheid is die zorgt dat 3x3 de laatste jaren enorm gestegen is en zo enthousiast is onder de jeugd te ontvangen. En niet alleen de jeugd, hoor, want we hebben ook vandaag een team gehad met 50-plussers. Die vinden het ook gewoon super om gewoon ook lekker hard nog steeds te bikkelen. En ik denk dat 3x3 is gewoon een prima sport om gewoon in een afterseason nog even lekker te doen. Dus ik zou echt mensen uitnodigen, als je hier nog niet geweest bent, kom hier echt een keer kijken. Ook Belkrum Beach hierachter. Er is gewoon een super relaxe sfeer. Niks moet, alles mag. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Dat niks moet en alles mag. Dat is volgens mij heel belangrijk. Dus je mag jezelf gewoon zijn hier. En dat is lekker. Breda Nu. Je weet het meteen.